Hebben jullie vanavond een goede avond? Ja! All right. Wat hebben we een bijzondere campagne gevoerd. En wat ben ik blij met de opkomst vandaag. Dat is de eerste overwinning voor iedereen. We kennen nog niet alle cijfers, maar ik durf te voorspellen dat er meer jongeren dan ooit naar de stembus zijn gegaan. En dat is pure winst. Het is vanavond een... Jongeren, er valt niemand van het podium af verder, nee. Vrienden, we hebben vanavond meer zetels gewonnen dan we ooit in de Tweede Kamer hebben gehad. Het is een historische avond. En het succes van vanavond is te danken aan al die mensen die niet alleen in deze campagne zo hard hebben gewerkt, maar de afgelopen 25 jaar aan GroenLinks hebben gebouwd. En in het bijzonder denk ik vanavond aan mijn voorgangers. Aan Paul Rozemuller. Aan Femke Halsema. Jolande Sap. En de one and only, Bram van Ooyek. Goed jongen, geweldig. Maar op een avond als deze is er nog één iemand die ik wil bedanken. Wijnand, kom uit de coulissen. Dit is misschien wel de beste campagneleider die Nederland ooit gezien heeft. Nee. Even hier blijven. Nog even hier blijven. Je vindt dit ongemakkelijk. Maar jij bent degene geweest die ervoor heeft gezorgd dat alle plannen die we 2 jaar geleden met elkaar bedachten in de praktijk zijn gebracht. Ik ben zo trots en zo blij dat ik met jou heb mogen samenwerken. Dankjewel. Dank je. En als er nog één iemand is die ik alles verschuldigd ben, dan is het mijn lieve Jolijn. Al die keren dat ik weg was, het spijt me vreselijk, maar ik hoop dat het resultaatje bevalt. Dit is ook de avond om vooral anderen te feliciteren. We feliciteren Mark Rutte, want hij is weer de grootste geworden. Nee. Op deze avond geen geboe. Het mooie van democratie is dat je elkaar in een campagne de tent uitvecht. En vervolgens is er een uitslag en heeft de kiezer gesproken en daar hebben wij respect voor. En daarom vertel ik... En je hoeft er niet voor te gaan juichen, maar we feliciteren ook de PVV. Want ze hebben toch zetels gewonnen. Ja. En we feliciteren Sybrand Buma, want hij heeft het toch maar geflikt. En tegen Lodewijk Asscher zou ik willen zeggen... Lodewijk, je hebt een lastige campagne gevoerd. Maar jouw doorzettingsvermogen is een inspiratie voor iedereen... Met een links hart.
En Emiel Roemer, Alexander Pechtold, Marianne Thieme, van harte gefeliciteerd. Met ons maken jullie de linkse en de groene beweging sterker. We hebben elkaar nodig om Nederland te veranderen. Die nieuwe Kamerleden zat zo overenthousiast. Er was deze verkiezingen een overweldigende aandacht van media uit het buitenland. Wij wisten ook niet wat ons overkwam. En het was logisch eigenlijk, door de Brexit, doordat Trump was verkozen, en met de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland op komst. En al die journalisten die wij de afgelopen weken hebben gesproken, hadden maar twee vragen. Breekt het populisme door in Nederland? Nee. Wat zeiden jullie? Nee. Dat is het antwoord wat we voor de rest van Europa hebben. Het populisme is niet doorgebroken. Maar de tweede vraag... De tweede vraag die wordt gesteld is... En hoe zit het nou met het succes van GroenLinks? In een tijd dat populisten lijken te winnen, staan jullie op met een hele andere boodschap. Mijn antwoord was dan altijd simpel. Juist in een tijd als politici haat en angst proberen aan te wakkeren, kiezen wij voor hoop en optimisme en verandering. En juist als populisten zeggen dat vluchtelingen het maar zelf moeten uitzoeken, zeggen wij dat wij staan voor de opvang van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Laat dit dan ook een les zijn. Ik hoop dat deze verkiezingen een les zijn voor andere linkse bewegingen, ook in Europa. Ga niet proberen populisten na te doen. Sta voor je principes en kijk wat het resultaat kan zijn. Deze campagne was bijzonder. En ik heb ervan genoten. Het was bijzonder om zoveel mensen tegen te mogen komen. En met hen en voor hen hebben wij deze verkiezingen gewonnen. We hebben deze verkiezingen gewonnen voor Romano, die mij een brief schreef over zijn zorgen over discriminatie en uitsluiting in Nederland. We hebben het gewonnen voor deze meneer die uit Overijssel komt. Maar ook voor Jiggy J en al die anderen en voor Massa die hebben geprobeerd zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te brengen. En voor Johnny, die een inspiratie is voor al die mensen die geloven in de menswaardige opvang van vluchtelingen. En voor Laura, die campaigner die tussen twee banen doordacht. Ik ga me inzetten voor de campagne van GroenLinks. Want wij moeten het antwoord zijn op de verdeeldheid en de angstzaaierij in Europa. Maar we hebben het ook gedaan voor de familie De Graaf uit Dordrecht. Die misschien wel vandaag op de PVV heeft gestemd. En misschien ook niet. Mensen die zich zorgen maken om de samenleving. Niet omdat ze vluchtelingen vrezen, maar omdat ze willen dat de echte problemen in ons land worden aangepakt. Omdat zij, hoe je het ook wendt of keert, dezelfde wens hebben als wij. Hetzelfde diepe verlangen naar een eerlijk land. En ook dat is het succes van onze campagne. Het succes is dat onze partij is verbonden aan de brede beweging van empathie. Een beweging voor verandering. Ik begon ermee. Het is een historische avond. We hebben een prachtige overwinning geboekt om trots op te zijn. Maar laat ik dit zeggen.
We zijn pas net begonnen. Nederland, you ain't seen nothing yet. Verkiezingen zijn niet het eindpunt van een campagne, maar het begin van maatschappelijke verandering. En onze beweging gaat door. Onze beweging gaat door. Wij blijven meet-ups organiseren. We blijven in gesprek gaan. We blijven langs de deuren gaan. En we blijven verbinding zoeken met al die mensen die worden gedreven door onze gedeelde idealen. Of ze nu betere zorg voor ouderen willen. Of de opvang beter willen regelen voor vluchtelingen. Het onderwijs beter willen organiseren of klimaatverandering aan willen pakken. Met al die mensen die gedreven worden door die hoop op verandering. Het idee dat het anders moet en de overtuiging dat het anders kan. Met hen gaan wij door. Want vrienden, vanavond vieren wij uitbundig deze overwinning. Maar morgen gaan we weer aan het werk. Want we hebben een belangrijke stap gezet, maar wij willen verder. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En vandaag hebben we in Den Haag gewonnen, maar volgend jaar winnen we in het land. Dank jullie wel. Jullie waren fantastisch. Dank jullie wel. Nog één ding, sta maar toe. Nog één. Laat me nog één ding zeggen. De campagne was lang. En de campagne was zwaar. Niet lang, maar de campagne was lang en was zwaar. En vanavond gaan we allemaal naar bed. Moe en hopelijk met een euforisch gevoel. Maar wat ik hoop, en wat ik hoop dat jullie je beseffen, is dat deze campagne een succes is geworden door jullie allemaal. Door al die mensen die in beweging zijn gekomen. Door al die mensen die zeiden, ik ga meedoen met de politiek. Ik blijf niet langer aan de kant staan. Ik sta op. Ik hoop dat jullie trots zijn vooral op jezelf. En op de inzet die jullie hebben gepleegd. Jullie waren mijn hoop op verandering. En jullie zijn mijn hoop op verandering. Jullie zijn fantastisch. Dank jullie wel. Let's party.